Yes, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals je aan de titel ziet, ga ik het hebben over meer resultaat in minder tijd. Dit gaat niet inhouden dat ik een geheim trucje heb waardoor jij in 4 weken een platte buik of heel veel spiermassa krijgt. Nee, ik ga het hebben over supersets. Hoe je eigenlijk je workouts kan samenstellen door middel van bepaalde oefeningen te combineren. Waardoor je ook niet eens te veel apparatuur hoeft bezet te houden. Want dat is natuurlijk in sommige gyms niet mogelijk. Dus ik heb gewoon slimme oefeningkeuzes waardoor je niet te moe bent om ze te combineren. En waar je dus ook niet een eikel bent. Ik ben daar bezig. Ik ben ook daar bezig. Nee. We gaan gelijk beginnen met mijn favoriete superset. En dat is de bench press combineren met de bent over lateral raise. De bench press is een compound oefening. Dat kost best wel wat energie. En de bent over lateral raise is een isolatieoefening. En die kost niet heel veel energie. En je hoeft alleen maar een setje dumbbells mee te nemen. En in de tussentijd doe je de tegenovergestelde spiergroepen. Want met de bench press heb je je borst, je schouders en je triceps vooral. En met de bent over lateral raise focus je eigenlijk vooral op je rear delt. Oftewel je achterkant schouder en een beetje op de traps. Zelf doe ik de oefening iets anders en iets minder hoog, zodat ik wat meer de nadruk leg op mijn achterkant schouder. Maar ik vind deze echt top. Als je bijvoorbeeld 5 setjes bankdrukt, dan kan je dan tussendoor 4 setjes van die bent over lateral raises doen. Meestal doe ik 15 tot 30 herhalingen. 4 keer 25 vind ik bijvoorbeeld super lekker op de bent over lateral raises. En ja, bench press. Doe natuurlijk wat je zelf fijn vindt, of het nou 5x5 is, 4x8, 4x10. Maar deze combinatie is echt top. Tussen het benchen wil je toch meestal wel minimaal 90 seconden hebben. Ik heb nog meer voorkeur naar 2 tot 3 minuten rust. Als ik heel zwaar ga, neem ik wel eens 5 minuten rust. Maar dan wil je gewoon niet letterlijk voor je uitkijken, op je telefoon zitten. Voor de mensen die met z'n drieën trainen, ja, dan is dit niet heel erg ideaal. Ook niet per se als je met z'n tweeën traint. Maar als je in je eentje traint, dan wil je gewoon je tijd goed benutten. En het kan zeker wat tijd schelen. Want als jij de bent over lateral raise nog als laatst moet doen, dan kost dat toch gewoon meer tijd. En als je dat al tussen de rustsetjes van je bench press doet, meer resultaat in minder tijd. Ik moet wel al gelijk zeggen dat de meeste van deze combinaties het beste zijn voor of een full body workout, waar je dus best wel snel lang gaat trainen. Of een upper body workout, want heel veel oefeningen zijn bovenlichaam in deze video. De volgende combinatie, en dat is de overhead press combineren met optrekken. Dit is dan wat zwaarder, want het zijn allebei compound oefeningen. Maar toch met de juiste rust, want daar ga ik het ook wat meer over hebben, is het goed te doen. Meestal hebben we power racks waar je gewoon ook een optrekstang hebt. Bij mijn power rack had ik volgens mij 3 plekken waar je kan optrekken. Soms heb je wel eens dat het heel druk is en dat iemand voor je een andere oefening doet. Maar in de meeste gevallen heb je gewoon zo'n power rack voor jezelf. Wat ik aanraad is dat je 1 rustmoment doet. Want dit is dan gelijk ook goed voor je conditie. Dus bijvoorbeeld na je overhead press ga je gelijk door naar je pull-ups. Super goed ook voor je conditie. Want dat mist krachttraining soms toch wel een beetje. Dat je eigenlijk niet heel erg bezig bent met een goede conditie opbouwen. De volgorde die ik graag aanhoud is eerst de overhead press en dan de pull-ups. Maar als jij dat liever andersom doet, kan dat zeker ook. Vooral als je wat meer aandacht wilt geven aan je rug. Dan wil je eerst met de pull-ups beginnen. Misschien zelfs weighted pull-ups. En voor de mensen die nog niet echt goed een pull-up of een chin-up kunnen, dan is dit het juiste moment om met negative chin-ups aan de gang te gaan. Want meestal hangt die overhead press stang op een bepaalde hoogte waar je perfect bovenin kan starten. Laat je los met je voeten en heb je al je gewicht op het zakgedeelte en daar ben je altijd sterker dan op het omhoog gedeelte. Dus op die manier kan je goed beginnen met het aanleren van een chin-up of een pull-up. Doe ongeveer 3 tot 5 herhalingen. Probeer 4 seconden te zakken. En als je dit ongeveer 8 weken gaat doen, dan merk je dat je echt sterker gaat worden op dus die oefening. Je kan dus of om ook een beetje conditie te trainen, gelijk naar de ene oefening door naar de ander en dan even lang te rusten. Denk aan ongeveer 3 minuten. Of wat je kan doen is ongeveer 75 seconden tussen elke oefening. Overhead press, 75 seconden rust. Pull-up, 75 seconden rust, etc. Tot je ongeveer 3 tot 5 sets hebt gedaan. Dan de volgende, en deze heb ik in mijn vorige schema nog gedaan. Dat is de inverted row combineren met de push-up. Persoonlijk deed ik ook weer deze volgorde. De push-up deed ik wel met gewicht op mijn rug. 15 kilo. Je kan ook de inverted rows weighted doen. Maar ik zat liever iets meer in de hogere herhalingen. 10 tot ongeveer 15. En bij de push-ups zat ik dan wat meer tussen de 8 en de 12. Ik raad het ook eerder aan
om het te doen met niet te veel push-up reps. Heb je moeite met de push-up, dan is er geen probleem. Ik had het al in een andere video erover gehad dat mensen de push-up een beetje fout toepassen. Door middel van alleen maar te focussen op heel veel herhaling maken. Zelf ben ik wat meer gefocust op pauze onderin, goed de borst voelen. Dan is het dus nog vaak effectiever. Met een belt om je heen kan je perfect de box of het bankje gebruiken waar jij je voet op zet bij de inverted row. Want zelf doe ik het op die manier, niet de voet op de grond. En dan heb je dus ruimte voor de schijf of de kettlebell wat je aan je riem zet om daarin de weighted push-up te doen. En met het laatste schema wat ik heb gevolgd, met full body, heb ik alleen maar supersets gedaan. Zo was ik dus meestal toch wel binnen 90 minuten klaar met mijn workout en kreeg ik toch best wel veel sets done. Ik maakte veel volume in een korte tijd. Dan eentje die ik een tijdje niet heb gedaan, maar zeker wel een periode samen heb gecombineerd. En dat is de incline dumbbell press samen met de incline row, oftewel de chest supported dumbbell row. Deze oefening gaat vaak heel goed samen, want de meeste mensen kunnen bijna dezelfde dumbbells gebruiken voor die twee oefeningen. Soms scheelt het wel een beetje een aantal reps. Dan kan je nog steeds hetzelfde gewicht gebruiken. Maar bijvoorbeeld als je sterker bent op de dumbbell press, lekker daar 15 herhalingen maken. En dan ongeveer 8 herhalingen op de incline chest supported row. Of juist andersom, als jij sterker bent met de rug. Dus het liefst voor het gemak wil je dezelfde dumbbells gebruiken. Tuurlijk, je kan ook gewoon lekker 2 pakken en daar verschil mee maken. Zorg niet dat het te makkelijk is voor 1 oefening. Zorg dat het allebei zwaar is. Dus zorg ook als jij een heel slechte conditie hebt, dat je gewoon even je rust neemt om wel een goed setje te ervaren. Deze is gewoon perfect. Je hebt 1 bankje nodig. In principe dan 1 setje dumbbells. Eventueel 2. Gelijk je borst, schouders en tricep. Maar ook je rug en je biceps. Top combinatie. Dan de laatste 3. En dat zijn isolatieoefeningen. En we beginnen met eentje die de meeste mensen wel kennen. En dat is de bicep met de tricep supersetten. Dit kan je bijvoorbeeld doen met dumbbells. Gewoon op een bankje curlen. En met 1 dumbbell de overhead extension. Maar wat je ook kan doen is deze bij de kabelstation. Hoef je maar 1 kant te hebben. De meeste mensen combineren namelijk 2. Die doen gewoon de normale bicep van onder en dan de tricep pushdown. Maar wat nog efficiënter in principe dan is, is de overhead extension te combineren met de bicep curl. Kan je dezelfde hoogte aanhouden, dus hoef je hem niet bijvoorbeeld op en neer te doen. Of dus de overkant te pakken. Maar dit is gewoon een top combi. Omdat het ook allebei isolatieoefeningen zijn, kan je bijna constant door. Misschien met heel klein beetje rust krijg je ook een lekkere pomp. Helaas niet op push- en pull splits te doen, maar wel bij upper body dagen of bij full body workout. De volgende combinatie, en deze deed ik heel vaak met mijn klant Giel Welen. En dat is de fly machine combineren met de side raises. Zelf doe ik dan ook altijd weer eerst de fly en dan de side raises, dan even rust. Soms deed ik ook de fly machine gecombineerd met een tricep oefening. Want als jij de bicep combineert met de fly, merk je toch dat omdat de biceps altijd een klein beetje willen bemoeien bij de fly, dat dat niet heel ideaal is in combinatie met een bicep oefening, maar met de tricep row pushdowns bijvoorbeeld wel. Alleen, dan kijken we weer naar hoe makkelijk het is. Bij ons moeten we dan ook even heen en weer lopen en af en toe ben je hem dan kwijt of het is gewoon een beetje aso om het te claimen. Dus combineer ik het liever met een paardje dumbbells en daarmee kan je lekker de side raises doen. Zeker een aanrader om toch weer even wat tijd te besparen. Gaan we naar de volgende en hier heb ik 2 opties voor. De leg extension combineren met de standing leg curl. Dit is op de meest nette manier dat we maar 1 toestel bezet houden, maar het is wel sneller om de leg curl met de leg extension te combineren. Dus als je ze naast elkaar hebt, het is rustig, is dit natuurlijk even wat sneller. Maar als het niet alleen om snelheid gaat, dan kan je gewoon prima de standing leg curl doen. Is misschien ook even gelijk een vervanger van de oefening die je altijd al doet. En het is misschien ook wel even goed om links en rechts los te trainen. Want misschien heeft jouw linkerbeen nog wat extra aandacht nodig. En wanneer jij de normale leg curl doet met 2 benen, neemt eigenlijk de rechterbeen te veel van het gewicht over. Maar de leg extension combineren met de leg curl is vaak gewoon echt top. Dus ja, kijk even welke voor jou een handige superset is en probeer het uit. Ik moet dus zeggen dat ik vooral fan ben van de bench press met de bent over lateral raise om gelijk even wat extra volume te doen voor de achterkant schouder. Die negative chin-up met de overhead press ook zeker een aanrader voor mensen die moeite hebben met de chin-ups. Ik heb hier ook gelijk even een schemaatje van gemaakt voor een eventuele full body routine. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die niet fan zijn van full body routine. Voornamelijk omdat ze er niet echt een pomp van krijgen. Of omdat het misschien te lang duurt. Toch vind ik het voordeel dat je minder vaak naar de gym gaat best wel waardevol. Vooral met een wat koudere
koudere of nattere dagen die eraan komen. Maar nogmaals, heel veel van deze supersets zijn ook te doen met een upper-lower routine van 4 tot 6 keer per week. Dat was de video. Ik hoop dat je hem handig vond. Like hem dan even. Abonneer ook zeker als je het nog niet hebt gedaan. En wil je een schema op maat, misschien dus upper-lower routine met dit erin verwerkt, bericht me dan even via mijn e-mailadres of via mijn website www.anthonykruijverfitness.nl. Dan wil ik alleen nog even zeggen, wil je nog iets checken, sportkleding of supplementen? Deze vind ik heel erg fijn. Protein granola, blikjes energy voor tijdens mijn workout, cherry cola, echt een lekkere smaak. Gemaksproducten zoals protein bars, oat bakes, erg lekker. En deze neem ik elke dag. 5 gram creatine unflavored. Helaas werkt die kortingscode hier niet op. En citrulline malaat, wat ook kan zorgen voor een betere workout. Het zit ook in pre-workouts. Deze heb ik ook unflavored. Niet al te lekker als je het dry scoopt, zeg maar. Heel zuur. Linkje van mijn protein staat in de beschrijving. Samen met mijn kortingscode Anthony. Wat dus op Clearway en creatine helaas niet werkt. Thanks allemaal. En zie jullie bij de volgende. Later.